We hadden hier op vrijdag altijd al Chipjes Vrijdag. Dat was samen televisie kijken naar een film en chips. Maar dat lezen, dat kwam eigenlijk veel minder van de grond. En we zagen dat de jongens ongelooflijk genoten van dat familiemoment. En toen dachten we, ja, maar dat willen we eigenlijk met lezen ook. Welke kies je? Dit? Oké, goede keuze. We hebben gewoon de zondag erbij gehaald, eclairs in een huis gehaald. Een familiemoment, allemaal samen met eclairs en heel veel boeken. Niet van de eclairs. Blom is aan het leren lezen en die vindt het dan wel een hele klus, dat leren lezen. En daarom dat we hem ook proberen om aan te tonen dat dat lezen ontzettend leuk kan zijn. Het is een beetje vreemd om te gaan verkondigen dat lezen belangrijk is als je zelf nooit leest. Papa leest, mama leest, iedereen leest. En ik denk dat het precies die samenhorigheid is, het feit dat we dat allemaal doen, dat het net zo bijzonder maakt. Die vind ik grappig. De haarloze genoom. Meestal hebben wij zelf niet zo heel veel tijd. Als we het echt laten uitwaaieren, kan dat wel een uur duren. Maar eigenlijk kan je ook wel gewoon op een half uurtje aftikken. We gaan stoppen, denk ik, lieve schat. Goed? Nee. Ik denk dat het voor elke ouder wel haalbaar is, ja.